Dit weekend is niet zomaar een weekend. Dit weekend is grote vleeseterweekend in de Hortus. Dus we hebben een grote vleesetershow. Er is een congres in de Hortus van vleesetende plantenverenigingen van over de hele wereld. Al die mensen komen hierheen voor een congres. Er zijn lezingen, er is een diner. Kunt u zich ook nog voor inschrijven overigens. En in onze wintertuin bij de entree is een grote vleesetershow. En in onze oranjerie, daar is een vleesetermarkt waar je echt bijzondere vleesetende planten kan kopen. Ik sta er hier tussen. Hier staat bijvoorbeeld een Nepenthes, vleesetende plant uit Zuidoost-Azië. Nepenthes truncata, reus van een beker, vol met vloeistof waarin langzaam beestjes verteerd worden. Ik zie een grote kakkerlak hierin drijven, die langzaam opgegeten wordt. En hieronder, en dat is wel heel erg leuk, want deze, die is daar familie van, ook zo'n bekerplant, Nepenthes ampullaria. Maar die, dat is een hele bijzondere vleesetende plant, want dat is een vegetarische vleesetende plant. Die is iets anders, die heeft zijn lipje, dat is echt een trechter geworden. Hij groeit onder varens en als zo'n blad dan begint af te sterven van zo'n varen, dan vallen al die kleine blaadjes er één voor één vanaf. Die vallen in dat trechtertje, in het bekertje. En in het bekertje maakt dat plantje mierenzuur. En mierenzuur dat verteert dan weer een plantje, dus een vegetarische vleesetende plant. En dat zijn er nog maar twee, want er zijn er dus veel meer. En die zijn allemaal dit weekend, nou in het Hortus staat het sowieso vol met vleesetende planten, maar dit weekend voller dan ooit. De wintertuin staat vol, de oranjerie staat vol. Er zijn, op zaterdag zijn er 3 inlooprondleidingen en op zondag zijn er 2 inlooprondleidingen. Moet u zich online voor inschrijven, kost €4. En dan wordt u door een van onze vleesetende planten-experts meegenomen de tuin in en de kas in. En dan leert u er nog veel meer over. Vleesetende planten zijn alleen maar gevaarlijk voor kleine kriebelige beestjes en niet voor mensen. Mensen vragen altijd van zo'n bekerplant, als je daar nou je vinger in steekt, gaat die dan dicht? Antwoord is dus nee. Nee, er zit onderin een plasje vloeistof. En zelfs dat plasje vloeistof, nou ja, ik zou het niet opdrinken, maar het is ook niet gevaarlijk. We hebben wel een keertje in onze wintertuin. Daar hadden we een plaksoort, een vleesetende plant die vangt beestjes met plakkerige druppels. En dat was er eentje uit Australië en die was zo plakkerig dat er toen er een keertje een jonge Vlaamse gaai de kas in was gevlogen, die kwam vast te zitten in de plant en die moest er ook echt uitgehaald worden door onze kastchef.